Hoi allemaal, ik wou even een mededeling doen. Het is leuk en aardig dat de vrijgezelle mannen, de buitenlandse mannen op mijn kanaal abonneren. Hartstikke leuk, hartstikke aardig. En jullie kunnen zulke lieve dingen neerzetten. Ik ga jullie vertellen, ik haal ze eraf, ik ben er niet van gediend. En bij deze, ik ga jullie heel hard vertellen, buitenlandse mannen, ik ben getrouwd. Punt. Dus je kan doen wat je wil, maar ik verwijder je bericht. Bij deze. Kan misschien heel cru zijn, maar ik ben gewoon zoals ik ben. En ik ga niet veranderen voor een ander of wat dan ook. Ik zeg gewoon rechtstreeks wat het is. En that's it. Dat irriteerde me al een aantal keren dat er dingen geschreven werden. Dat ik denk, ja, alles leuk en aardig. Maar nee, ik ga er niet op antwoorden. Ik ga geen duimpje omhoog doen. Ik ga geen hartje geven. Ik verwijder het. Want ik ben daar niet van gediend. Je kan er wel wat op zetten. Maar zet er dan ook wel op. Oh, dat is leuk. En dat is leuk. En dat filmpje wil ik nog wel een keer zien. Of als je een tip hebt, mag ik het gerust erbij zetten. Maar ga niet zeggen van, oh, je bent een knappe vrouw. En je hebt een mooi lijf. Nee. Dat wil ik niet meer zien. Ik ben daar echt een beetje boos om. En ik vind het heel erg en heel jammer voor de anderen die dan wel leuke dingen neerzetten die dat dan voor dat soort mensen gewoon verpesten. Want als ze neerzetten een leuk filmpje, dan krijgt hij gewoon een duimpje omhoog. En degene die zeg maar een liefdesverhaal neerzetten, verwijder ik, sorry. Dan zoek ik maar even een andere vrouw. Bij deze. Dankjewel, ik hoop dat je niet al te vijandig overkomt, maar ik vind het gewoon niet leuk en niet eerlijk tegenover andere mensen die wel leuke dingen erop zetten. En die tenminste wel goede comments neerzetten. Dus voor degene die het wel gedaan hebben, blijf ze doorgaan. Ik hoop dat jullie niet boos worden. Maar er worden dingen in het buitenlands neergezet die ik niet kan lezen. Dan moet ik het weer vertalen en dan ben ik daar. En dan ga ik dat zitten lezen en dan ben ik niet van geniet. Sorry bij deze. Ik moest het even melden. Ik hoop dat jullie niet allemaal boos zijn op me. Maar ik moest dit even gewoon doen. Want dat zat me best wel dwars. Ik heb me voorgenomen om dat gewoon te zeggen. En niet meer te slikken of te stikken. Dus bij deze. Zou ik in ieder geval wel leuk vinden. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. En zet iets leuks in de comments. Bye.